We hebben hier in de hoek die hele mooie Next Round bokzak staan. Je weet, sinds een aantal weken hebben we de Vechtersbazen Challenge. Met de slimme bokzak van Next Round. Die behalve snelheid, impact, aantal slagen, et cetera. Kracht, alles meet. En alle gasten die doen mee in die challenge. Laten we eerst even kijken naar de tussenstand tot nu toe van de gasten die hebben gehad. Er staat nog steeds Fabio Quasi staat daar ruimschoots bovenaan. en u weet, iedereen, overal waar die zak hangt in de sportscholen, kunnen mensen ook die vechtersbaas challenge doen. Dus dan kunnen ze ook proberen die scores van bijvoorbeeld Fabio Quasi te verbeteren. Jij hebt ook meegedaan aan het begin. Laten we daar eerst even naar gaan kijken. Eerste reactie, wat vond je ervan? Ik vond het hartstikke leuk. Ik moet eerlijk zeggen, ik wil ook zo'n bokzak die alles meet, want het gaat me alleen maar meer motiveren om beter dan Fabio te worden. beter dan het hele lijstje. Doe beter dan het hele lijstje. Even kijken naar wat je score uiteindelijk heeft gedaan. Oké, dat was wishful thinking. Ja, oké. Maar even in jouw defense, je bent net gisteren uit een vliegtuig uit Suriname gekomen. Ja. Een beetje jetlag misschien nog. Een beetje jetlag, ja. Maar dat is niet erg. Okay. Maar aan de andere kant, iedereen die daar zo op de lijst staat is ook vele malen zwaarder dan ik. Dus ze hebben natuurlijk vele meer impact. Maar ja, ik zit wel in de top 4 van snelheid. Nou, ik weet Fabio Quasi. Ik denk dat hij letterlijk 2 keer zoveel weegt als jij. Ja, dat kan. Wat weegt hij? 100 zoveel? Ja, ik denk dat hij 120, 100 nog wel. Oh ja, dan is hij like echt 2 keer zoveel als ik. Ja. Dus als je de mijne zou cumuleren, dan ongeveer. Pardon? Dan klopt het wel ongeveer, toch? Ja, dan klopt het ongeveer. Ja. Nee, maar ik vind het cool. Ik ben wel de enige vrouw ertussen. Dat maakt me nog trotser. Je bent de eerste vrouw sowieso ertussen. Dat moeten we ook snel gaan veranderen. We hebben meer vrouwen nodig ook die op deze plek komen zitten. Top. Ja. Dan ben ik blij dat ik een pionier ben voor de rest van de vrouwen. Je bent sowieso al een pionier in deze sport. Oes. En nu ook een pionier in de Vechtersbazen Challenge. Dus blijf het doen gewoon. Oes. Dankjewel. Ik vond het heel tof dat je er was. We kunnen volgens mij nog uren doorpraten. Ja, zeker. We moeten er eens een punt achter zetten. Dus laten we het nog een keer doen, zou ik zeggen, of zo, volgende keer. Stories for days. Tuurlijk. Luister, Dennis, bel me. I'm available. En dan maken we het mooiste van. Ja, dankjewel voor je mooie, inspirerende verhaal. Ik wens je veel succes met alles wat je gaat doen. Nog met Foundation en met je toekomstplannen, met vechters begeleiden. En alle andere dingen die je nog aan het doen bent, te veel om op te noemen. Succes daarmee.